Erik Jutstra, bestuurder van de organisatie Alpe d'Huez. Moet weer een bijzondere dag zijn. Het is zeker weer een bijzondere dag. Het is sowieso bijzonder om deze week weer op de Nederlandse berg te zijn hier in Frankrijk. Voor ons goede doel. En dat is zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Ons motto is en blijft nooit meer iemand dood aan kanker. En daar gaan we voor. Ja, het is de 16e editie ondertussen. Waar staan we op dit moment? Nou ja, we hebben in 16 edities inmiddels meer dan 200 miljoen euro opgehaald. Als je dat op papier zet, dan moet je je blaadje kantelen, want anders past het er niet op. Dat is natuurlijk enorm veel geld. Dus er is inmiddels enorm veel onderzoek gedaan. En ik wil ook maar eens benadrukken dat dat ook niet voor niets is geweest. Er gaan nog steeds te veel mensen dood aan kanker. Maar als je nu kanker krijgt, is het niet per definitie hopeloos. Er is kans op genezing en substantieel meer kans op genezing. De diagnoses worden sneller gesteld en de behandelingen zijn menswaardiger. Dus wij boeken enorme vooruitgang, maar het is nog niet genoeg. Nu zijn er zo'n beetje 5000 deelnemers. Wat zijn de hoogtepunten op dit moment? Hoogtepunt is toch altijd de enorme hoeveelheid geld die opgehaald wordt. Wij zijn als bestuur ieder jaar weer onder de indruk van teams verspreid over het hele land. Die het hele jaar door enorme initiatieven nemen om tot exorbitante bedragen te komen waar je alleen maar van durft te dromen. Dat is uiteraard het hoogtepunt. Dat we hier met z'n allen weer zijn, is ieder jaar weer een hoogtepunt. Dus samenwerken wil ik ook nog eens benadrukken. De samenwerking met de gemeente hierboven, Alpe d'Huez en Bourgogne aan beneden, is ieder jaar weer een hoogtepunt. Maar dan toch vooral die eerste, het geld wat we met elkaar ophalen. Ja, er wordt weer heel veel geld opgehaald. Hè? Bij aanvang stond de teller alweer bijna op 12 miljoen euro. Waar hoop je uiteindelijk te eindigen als vanavond uiteindelijk de stand bekend wordt gemaakt? Ja, daar ga ik nog niet al te veel van zeggen. Wij waren al enorm blij met die 12 miljoen waar de teller op stop is gezet om het een beetje spannend te houden deze week. Dat is al, vorig jaar zijn we op 16,2 geëindigd, maar dan wil ik maar benadrukken, dat was toch het bedrag van 3 jaar. Als we dan in 1 jaar 12 miljoen ophalen, is dat al een enorm bedrag. Maar ik weet inmiddels dat we al een heel stuk verder zijn. Dus, ik zeg het niet, we houden spannend tot morgenavond, of tot vanavond. En hoop ik dat het voor iedereen een verrassing is. Als je naar de toekomst kijkt, is natuurlijk het 16e event alweer. Waar gaat die toe leiden naar de toekomst toe? Nou ja, wij benadrukken maar, voorlopig hebben wij ons doel niet gehaald. Dus het komen naar deze berg blijft nodig. En als ik zie hoe snel wij dit jaar vol zaten met de 5000 deelnemers die vandaag de berg op gaan. De toename van het aantal bezoekers. Dan denk ik dat het evenement nog steeds volop in de belangstelling staat. Het doel nog steeds een warm hart wordt toegedragen. Dus de toekomst ligt hier op de Alpe d'Huez en geld ophalen voor belangrijk onderzoek. Oftewel, nog meer geld uiteindelijk om kanker de wereld uit te krijgen. Zo is het, zo is het. En ik hoop dat wij met elkaar nog een dag mee gaan maken dat het niet meer nodig is. Maar voorlopig is dat niet zo.